staken voor de toekomst van de kinderen, maar ook de toekomst van het onderwijs. En het is nu belangrijk dat er nu eigenlijk iets heel fundamenteels gaat veranderen, dat de gelden eigenlijk opnieuw herverdeeld gaan worden in het onderwijs. Nou, ik vind het gat met het middelbaar onderwijs toch nog te groot. De leraren die uit het basisonderwijs weggaan naar het middelbaar onderwijs, ja, dat moet minder om werkdruk te verminderen in het basisonderwijs. Wie zit er hier namens het VO? Kijk eens aan! En namens het PO! Hey! Ja, je krijgt er wel buikpijn van vandaag hiervoor. Merk je gewoon dat je de gesprekken op school, de ene staakt wel, de andere staakt niet. Wat dat doet met je als persoon. Maar ik ben wel echt van, ik wil hiervoor gaan staan voor de toekomst, voor iedereen. En daarom ben ik hier. Ga om de tafel zitten met alle partijen, dus niet alleen met de werkgevers, maar ook met het personeel wat eigenlijk de uitvoerende taak heeft. En ga eens nadenken over de herverdeling van de gelden. Wat mijn oproep aan de minister is dat zie de urgentie van het probleem. Want het is nu, maar het is over 20 jaar. Oog voor ons en meer geld naar basisonderwijs. Dat is de oproep.